Sascha Kortes, wat is jouw analyse van deze wedstrijd? Ja, moeilijke wedstrijd, maar ik denk de hele groep heeft alles voor gedaan. Gevochten tot de laatste minuut. En hebben geprobeerd Gent zo moeilijk te maken als het gaat. En ik denk als je dan nog in de 93e minuut 1-1 staat en een punt kunt meenemen, toont dat wel dat we goed werk geleverd hebben. Maar ja, dan in de 94e minuut krijg je die tegendoelpunt en staat je toch met lege handen hier. Ja, verdienden we meer, denk je? Meer, dat weet ik niet, maar ik denk die punt was zeker qua manier op hoe we verdedigd hebben en gewerkt hebben, was zeker verdiend, denk ik. Maar hier is altijd moeilijk om te spelen tegen zo'n dominante ploeg, dus we hebben alles aan gedaan en ik denk een punt was in orde geweest, absoluut. Ja, je incasseerde ook nog een serieuze tik. Hoe stond er tussen met je neus? Het is een beetje pijnlijk. We moeten ook foto's laten nemen, misschien zelfs iets gebroken. Maar oké, ja, dat kan ook gebeuren tijdens de voetbal. Daar lig je niet zo van wakker. Vond ik gewoon spijtig dat het van de refs niemand zag eigenlijk. En dat het toch wel een serieuze elleboog was. Maar oké, dat hoort erbij. En ja, volgende keer is misschien iemand anders die ene kasseert. Dus dat hoort erbij en dat moet je ook zo nemen. En nu naar het volgende hoofdstuk, de wedstrijd tegen KV Oostende. Hoe kijken jullie daar naar uit, naar die wedstrijd? Ja, eerst zullen we dat een beetje verwerken nu nog met die doelpunten op het laatste moment. Maar ik denk qua mentaliteit en inzet die we getoond hebben, kunnen we heel tevreden zijn. En naar uitkijken dat we volgende week vrijdag dan misschien nog beter kunnen doen dan als vandaag dan, ja.